Deze Kalashnikovs werden begin maart in paniek gedropt door een aantal mannen toen ze door de politie achterna werden gezeten. Die mannen konden gelukkig worden aangehouden. Maar waarom hadden ze die zware wapens bij zich? Amsterdam-West, de nacht van woensdag 29 februari op donderdag 1 maart. Tegen 12:30 loopt een eenzame wandelaar door de Dirk Sornooystraat. Aan de overkant van de straat staan vier mannen die hem een onheilspellend gevoel geven. Er lopen hier vier gasten met bivakmutsen en handschoenen aan. Als de man ook nog ziet dat de vier bivakmutsen opzetten, besluit hij dat hij iets moet doen. Hij seint de politie in. De anonieme beller klinkt zo serieus dat de inmiddels gewaarschuwde politie in een onopvallende politieauto meteen gaat kijken. Van mannen met bivakmutsen is echter geen spoor te bekennen. Toch blijft de politie de buurt hier rondom de Dirk Sornooystraat, de wijk Geuzeveld-Slotermeer, die nacht goed in de gaten houden. Om 3:50, 3 uur na het anonieme telefoontje, gebeurt er hier dan in de Dirk Sornooystraat weer iets opmerkelijks. Voor de agenten het goed en wel beseffen, scheuren een grijze Volkswagen Golf en een zwarte Seat Leon, die verderop geparkeerd stonden, achter elkaar de straat uit. Ze vragen direct om assistentie. De vluchtauto's rijden via de Colijnstraat en de Burgemeester Roelstraat richting de A10. Op de Jan Torpstraat komt de politie dan de auto's tegemoet gereden. De politieauto rijdt over de Jan Torpstraat en nadert de kruising met de Jan van Galenstraat. En dan komt van die kant de Volkswagen Golf aanscheuren. Die Seat Leon die in de Dirk Sornooystraat achter hem aanging, die is inmiddels verdwenen. Die Volkswagen Golf die wil de Jan Torpstraat inrijden, maar vliegt uit de bocht. Schiet over de trambaan en knalt tegen de politieauto aan. De inzittenden van de Golf proberen rennend te ontkomen. Vanuit verschillende richtingen komen agenten toegesneld, die nog zien hoe de mannen tijdens hun vlucht verschillende spullen dumpen. Gaan we meewerken nou? Zowel op de mannen zelf als in hun omgeving worden vervolgens verontrustende zaken gevonden. Want zo blijken 3 van de 4 aangehouden mannen kogelwerende vesten te dragen. En bij 1 van hen worden een bivakmuts, een petje en een paar handschoenen gevonden. En er wordt nog iets opmerkelijks bij 1 van die verdachten gevonden. Een sleutel van een Mercedes. Niet veel later blijkt op diezelfde Dirk Sornooystraat waar het hele verhaal begon, een gestolen Mercedes E500 te staan met vervalste kentekenplaten. De sleutel die een van de verdachten bij zich had, blijkt van deze auto te zijn. En in bosjes, vlakbij de plek waar de Volkswagen Golf op de politieauto botste, vindt men een linnen tas met daarin een vuistvuurwapen en 2 Kalashnikov machinegeweren. Ja, dit zijn ze dan, de Kalashnikovs die gevonden zijn. Het klinkt niet alleen indrukwekkend, meneer Waaier, maar het zijn ook indrukwekkende wapens, hè? Het zijn uitermate indrukwekkende wapens. Dit zijn namelijk militaire aanvalsgeweren die een behoorlijk zwaar kaliber hebben en die niet gebruikt worden op korte afstand, maar op een afstand tussen de 200 en 500 meter. Ja. Wat maakt een Kalashnikov nou zo gevaarlijk? Het wapen is zo gevaarlijk omdat het een volautomatisch vurend wapen is met een vuursnelheid van ongeveer 600 schoten per minuut. Zo. En het kaliber van het wapen. Het is een militair kaliber, dus een zwaar kaliber. En waarom zouden deze jongens zo'n wapen hebben en niet een pistool of een revolver? Nou, ik denk dat ze heel serieus wilden overkomen, want de indruk van het wapen, als je dat ziet, dat geeft al een bepaalde indruk. En waarvoor ze het willen gebruiken, is geheel onbekend. Ja, mevrouw Lust, je voelt aan je water dat deze mannen die nacht iets ernstigs van plan waren of het al hadden gedaan. Precies, en dat gevoel hebben wij dus ook. Die 4 verdachten zijn aangehouden op grond van verboden wapenbezit, omdat ze dus die Kalashnikovs bij zich hadden. Maar we vermoeden dat ze dus in de nacht van 29 februari op 1 maart een misdrijf hebben begaan. Maar daar hebben we dus nog geen concrete bewijzen voor. En u hoopt dat onze kijkers die bewijzen wel kunnen leveren. Is er trouwens geschoten met die wapens die nacht? Dat weten we niet. We hebben tot nu toe geen meldingen binnengekregen van misdrijven die we kunnen linken aan deze aangehouden verdachten. We houden natuurlijk rekening mee dat er zich iets heeft afgespeeld binnen het criminele milieu, maar dat dat nog niet naar buiten is gekomen. Waarmee kunnen wij dan nu helpen?
met een aantal zaken. We hebben sterke aanwijzingen dat deze verdachte tussen ongeveer 2:30 en 4:50 in de nacht van woensdag 29 februari op donderdag 1 maart met die gestolen zwarte Mercedes E500 op pad zijn geweest. Uit ons onderzoek blijkt dat ze buiten Amsterdam zijn geweest en mogelijk in de buurt van Amersfoort in het gezelschap waren van één of meerdere personen in een busje. En we willen heel graag in contact komen met mensen die iets hebben gezien dat mensen mogelijk in of uit die Mercedes zijn gestapt in die Dirkse-Nooistraat. Of die Mercedes hebben zien rijden. En dat kan dus ook in de omgeving van Amersfoort zijn geweest. En u linkt die vier verdachten dus aan die Mercedes door die sleutel die er gevonden is. Ja, maar we hebben ook andere sporen gevonden die erop wijzen dat die verdachten die nacht met die auto op pad zijn geweest. Die Mercedes is overigens al op 10 oktober 2011 gestolen in Heer Hugo Waard. En toen wij hem aantroffen zaten er valse nummerborden op met het kenteken 08RPT2. Nou, die auto moet natuurlijk ergens hebben gestaan, misschien zelfs al wel met dat kenteken erop. Als mensen daar meer over weten, dan horen we dat natuurlijk heel graag. En ik wil benadrukken dat de rechtmatige eigenaar van het kenteken helemaal niets met deze zaak te maken heeft. Nou, is goed dat u dat nog even zo zegt. Verder, wilt u in een onderzoek te weten komen hoe die mannen aan die zware wapens, die Kalashnikovs, gekomen zijn? Ja, en dat kan met de juiste vergunningen best via een legale wapenhandelaar zijn gegaan, die toen niet vermoedde dat die wapens gebruikt zouden worden voor het plegen van een misdrijf. Als er personen zijn die de wapens herkennen of menen ze geleverd te hebben, dan roepen we die mensen dringend op om contact op te nemen met onze criminele inlichtingeneenheid, want dit soort wapens moeten dus echt niet op straat komen. Die Golf waar die verdachten in zaten, die is uiteindelijk op een politieauto gebotst. Maar daarachter had ook nog een tijdje een zwarte Seat Leon gereden. Daar wilt u ook meer over weten. Ja, en helaas weten we daar niet meer over dan dat het om een soortgelijke auto gaat. We denken dat de inzittenden bij de vier aangehouden mannen hoorden. En we hopen dat er mensen zijn die Seat Leon nog hebben zien rijden in de omgeving van de burgemeester Roelstraat, waar die voor ons uit het zicht verdwenen. Of dat er mensen zijn die je misschien eerder in de Dirkse-Nooistraat hebben zien staan, of dan misschien zelfs wel mensen in en uit hebben zien stappen. Denkt u te weten waar die vier met onder andere Kalashnikovs bewapende mannen bij betrokken zijn geweest? Bel dan nu de tiplijn, nummer is 0860-70. Uiteraard kunt u ook terecht bij Meld Misdaad Anoniem en dus bij de criminele inlichtingeneenheid.